Vandaag maken we raspatat. Gooi 120 ml volle melk bij 200 ml heet water. 135 gram aardappelpureepoeder. Aardappelpureepoeder, wat een leuk woord. Gooi er 20 gram maïzena bij. 1 theelepel zout. 1 eitje erbij. Gooi je melk en water bij je aardappelpureepoeder. Gewoon even goed mengen met elkaar. Oh yeah. Spuitzak met een plat spuitmondje. En stop heel je aardappelmengsel in je spuitzak. Zet een frituurpannetje op. Frituurtje, 175 graden. Spuit wat mooie frietjes in je frituur. Knip ze af. 2 minuutjes even bakken. Raspatat uitlekken op mijn bord. Ketchup erbij. Pak je raspatatje in ketchup. Oh, dit is niet normaal.